Frankly, my dear, I don't give a damn. Films. Here's Johnny. De premières. Go ahead. Make my day. De successen. Good morning, Vietnam. En de flops. And I will kill you. Filmkenner Jules Wolthuis. Hij is weer van de partij met maar liefst 6 films die vanaf vandaag in of sommige of alle Flevolandse bioscopen te zien zijn. We beginnen met te zeggen goedemiddag, Jules Wolthuis. Ja, goedemiddag. Zijn we weer? Zijn we weer inderdaad. Ja. Weer een week verder. Nog een paar weken, dan is het weer kerstmis. En nog een weekje later, dan is het 2021. En wat zal dat jaar ons weer brengen aan films? Maar goed, We gaan eerst beginnen met Cats and Dogs. En het is alweer deel 3. Ja, je zei net 6 nieuwe films. En allemaal toch wel heel bijzonder en over het algemeen goede films. Ja. En Cats and Dogs, inderdaad, deel 3. Er zijn dus 2 eerder geweest, dat klopt helemaal. Leuke voor de hele familie. Ja. Een beetje een fantasy-achtig verhaal over een kat en een hond die geheime agenten zijn. Ach. En alles doen om de wereld te beschermen. Nou ja, ja. Dat kan toch helemaal niet in het echt? Nee, maar het is een fantasy verhaal. Als je houdt van dieren en een sprekende kat en een hond. Ja. Ik persoonlijk niet, maar vooruit pratende dieren. Dan moet je daar naartoe gaan. Het is wel een Nederlandse versie. Oh. Dus in het Nederlands allemaal. En ja, persoonlijk vind ik dat minder prettig. Ja. Maar nogmaals in 3 bioscopen te zien. Weet je wat ik altijd zo knap vind, Jules? Dat ze al die dieren dat soort kunstjes kunnen laten doen. Hè? Dat zal heel wat tijd hebben gekost, denk ik, om dat allemaal op te nemen. Ja, dan neem ik aan van wel, ja. Zeker. Het is natuurlijk gewoon computeranimatie, hè? Allemaal, ja. Precies. Okay. Goed, dan gaan we naar de comeback trial. Ja. En ja, hier zou ik, als ik even de tijd voor heb, wel naartoe gaan. In Emmeloord te zien en in Almere. Ja. Want dat is een hele leuke misdaadcomedie. Oh. Hij krijgt zelfs hier en daar 4 sterren. Zo. En dat komt door het sprankelende spel van de hoofdrolspelers. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het zijn allemaal 70-plussers. Oh. Allemaal leeftijdsgenoten. Robert De Niro in de hoofdrol, Morgan Freeman en Tommy Lee Jones. Ja, gerenommeerde mensen natuurlijk. En de film is een remake van een film uit 82, The Comeback Trail. Oh. Dus het is een remake. En het verhaal is eigenlijk heel simpel, maar wel heel leuk. Het gaat over een filmproducer, gespeeld dan door Robert De Niro. Die is geld verschuldigd aan een maffiabaas. En dat is dan Morgan Freeman. Ah. En hij moet aan geld zien te komen. Dus wat doet hij? Hij produceert een film met een hoofdrolspeler. Ja. Dat is dan Tommy Lee Jones. En hij doet er alles aan om die te laten verongelukken. Want als dat lukt, dan strijkt hij de verzekeringspremie op. Ja. En dan kan hij die maffiabaas betalen. Goh, nou, wat leuk. Daar gaat het over. Een sprankelende misdaadcomedie. Echt heel leuk. Ja, wat is hij oud geworden ook trouwens, Tommy Lee Jones. Maar waarom hebben ze dat? Waarom hebben ze daar een remake van gemaakt dan? Waarom hebben ze dat gedaan? Ja. Jee, als ik dat zou weten, waarom maken producenten een remake? Ja, nou ja, goed, van heel grote, succesvolle films kan ik me voorstellen. Ik kende deze film nog niet, The Comeback Trail. Jij wel, Arnoud? Nee, ik ken hem ook niet. Maar ik vind het wel een leuk gegeven. Met onbekende acteurs toen, uit 82. Ja. Maar nu, ja, met 3 topacteurs, ja, is dat ontzettend leuk. Over topacteurs gesproken, we gaan naar de volgende film. We hebben het over Nick Rozen en Jolijn Henneman. Die spelen in de film Misfits 3, de finale. Dat is alweer deel 3 dus, het zegt het al, net als Cats and Dogs. Ja. Een jeugdfilm, ja. Hè? Nee, nou ja, dat is inderdaad voor de jeugd, hè. Ja. Zo'n high school film. Deel 1 was alweer uit 2017, vorig jaar deel 2. Nu de finale Misfits 3. Ja. Nou ja, het gaat eigenlijk altijd over hetzelfde. Hè? Ook nu weer 3 jongeren die vormen een groep. En die treden op. En dat vinden ze heel leuk. En dan willen ze met z'n allen een droom waarmaken. Namelijk om mee te doen aan een grote internationale muziekwedstrijd. En die willen ze dan winnen. Hmm. Nou, dat lukt dan natuurlijk ook. Dat weet je al van tevoren. Ja. Maar goed, voor de jeugd die van dit genre houdt en die kennen deze films, zal dat wel een aardige trekker zijn. Ja, leuk. Met Jeroen van Koningsbrugge ook, zie ik in de trailer.
Frankly, my dear, I don't give a damn. Films. Here's Johnny. De premières. Go ahead, make my day. De successen. Good morning, Vietnam. En de flops. And I will kill you. Filmkenner Jules Wolthuis. Heb je hier ook een korte versie van, voor als er twee blokjes zijn? Nee, er zijn zulke goede films. Ja, maar dit duurt te lang. De volgende drie films. Zwaar verliefd, deel 2. Weer een Nederlandse romcom. Kunnen we daar kort over zijn? Ja, nou, ja, dat beter niks zeggen natuurlijk. Nou. Nee, maar dit is een ladies' night film. Ah. En leuk is dat Agora Bioscoop de enige bioscoop is waar die dinsdag al begint te draaien. Alle andere bioscopen vanaf volgende week. Ja. En het is inderdaad Zwaar Verliefd deel 2. Het is het vervolg op deel 1, denk ik. Uit 2018. Het verhaal gaat door. Jim Bakkenweer en Barbara Sloessen in de hoofdrol. En ja, ze zijn vormen natuurlijk een stel. Ze wonen inmiddels samen. Zijn gek op elkaar. Maar ja, op een bepaald moment breekt er toch een beetje een sleur uit tussen die twee. En dan gaat ieder op zoek weer naar een liefde. Ja, en kan dat allemaal wel? Wordt hun liefde op de proef gesteld natuurlijk? Dus, maar goed, uiteindelijk komt het goed, want het is een feel-good movie. Ja, nou, ik heb deel 1 gezien. Ik was zo blij dat het er afgelopen was. En nu gaat het verhaal nog door ook. Het is vreselijk. Ja. Ja, ja, toch een gouden film, hè? Ja, nee, dat kan. Maar dan kan ik het nog wel niet goed vinden. Nee, ja. Ik ben er echt niet altijd goed te zijn om te verkopen. Nee, maar dit soort films, vrouwen gaan hier gewoon naartoe. Ja, die vinden dat allemaal leuk, joh. Ja, het is gewoon verstand op nul en kijken. Maar sommige mannen vinden het trouwens ook leuk. Maar ik vind er gewoon helemaal niks aan. Zit genoeg in om naar te kijken. Ja, voor jou natuurlijk. Nee, voor vrouwen ook. Oh, oké, dan is het goed. Dan gaan we naar de... Gaat van mijn tijd af. Wat zeg je? Ik zeg, het gaat allemaal van mijn tijd af. We gaan door. Ja, dat weet ik. Ja. Let him go. Let him go, inderdaad. Laat hem gaan. Kevin Costner. Nou, let him go. Nou, dat is echt een hele spannende thriller. Ja, ik ben fan van haar, van Diane Lane. Vind ik zo'n goede actrice. Ja, maar dat is ook zo. En ik ben al heel blij dat Kevin Costner weer eens een hele goede rol heeft. Is waar inmiddels gaat het over? 65. En naar een roman uit 2013. Ja. Hij speelt met zijn vrouw, Diane Lane dus, speelt hij een echtpaar. Hij is gepensioneerde sheriff. En die reizen naar de andere kant van Amerika om hun kleinzoon te ontmoeten, maar ook te redden. Want wat blijkt, hun kleinzoon is er in handen gekomen van een beetje aparte, gruwelijke, gevaarlijke familie. Oh. Maar dat komt omdat het is familie, want ze hebben een schoondochter en die is getrouwd met een man. En dat is nou de gevaarlijke man. En daar willen ze hem uit bevrijden. Die vinden dat niet kunnen. De situatie vinden ze voor het kleinkind te gevaarlijk. En daarom willen ze die jongen terughalen. Oh. Nou, en dat geeft natuurlijk problemen. De film bouwt zich heel langzaam op. In de eerste helft gebeurt nog heel erg weinig. Echt goede sfeertekeningen. Het is een beetje neo-western. Het speelt zich af in het midden van Amerika. Yeah. Maar in de tweede helft van de film wordt het heel snel spannend. Mm. En een dramatisch einde ook. Oh. Een goed gewaardeerde film overal. Lijkt me een heel mooie film. Daar zou ik graag naartoe willen. Ja. Spannende. Ja. Je zit op het puntje van je stoel. Nou, dat is altijd leuk. Let him go dus. En tot slot, Monster Hunter. Ja. Let Him Go in Almere, Monster Hunter ook in Almere. En dat is eigenlijk na vele maanden eigenlijk de eerste grote film weer een beetje. Oh. Dat wil zeggen, groot. De film heeft wel 60 miljoen gekost. En het is een science fiction film van het echtpaar Paul William Scott Anderson, de regisseur, en zijn vrouw Mila Jovovich. Want zij is een bekend actrice, maar ook fotomodel en ze zingt zelfs. En beide, regisseur en zij, hebben al natuurlijk een aardige staat van dienst. Want jullie kennen natuurlijk de Resident Evil. Resident Evils. Ja. Nou, dat hebben ze ook beide gemaakt. Mm. En nu Monster Hunter. Ja. Eigenlijk gebaseerd op een videogame. Nu verfilmd. En dat gaat over een elite-eenheid die in een andere wereld terechtkomt. En in die andere wereld zitten heel veel monsters. En daaraan proberen ze te ontsnappen om weer terug te gaan naar de aarde. Dus een film vol spektakel en de meest bizarre monsters en vele gevechten. Hmm. Goede recensies? Voor de liefhebbers. Goede recensies?
Ja, ook aardige recensies, ja. Oké. Okay. Voor de jongeren, zeker. Ja, nou, mooi. Ja. Genoeg te zien dus in de Flevolandse bioscopen. Dankjewel, Jules Wolthuis. Tot volgende week.